waar zitten we nou, jongen? Gaat het er allemaal uitgeschreven? Waar zit daar? Nee, maar je moet hier dadelijk gewoon rechts. Als je hier. Moet dadelijk naar rechts hier. Ja, dat kan niet. Het is hier doodlopend. Jongen, Theo. Ja. Ja, dat die wereldsterren zeg maar aan de rand van de stad wonen, oké, hè? Maar hier midden in de pol, jongen. Kijk nou toch eens. Schijndel wel de boel komen afbreken. Ja, jongen, want hij moet wel weten van rente je nou gaat, jongen, hè? Ja. Wat is er erbij dan? Stuk of drie. Baan, een mooi salaris bovendien. Ik zou de volgende dag beginnen, prima tijd om 9:30. Dit feit dat moest gevierd worden met maten zonder maten. 'Smiddags lag ik nog op bed en stond tegelijkertijd op straat. Het besef, het is weer misgegaan, kwam die middag bij het ontbijt. Dit gebeurt me echt nooit meer, of is het een kwestie van tijd? Ik heb er eens de kans gehad, maar wederom vergooid. Maar ik heb er één ding van geleerd, ik leer het nooit. Maar niet getreurd dacht ik, want er is werk in overvloed. Even een briefje posten en alles komt wel goed. Uitgenodigd voor een gesprek, maar daaraan gaf ik geen gehoor. Niet dat ik niet wil luisteren, maar ik lag toch op één oor. Het besef, het is weer misgegaan, kwam die middag bij het ontbijt. Dit gebeurt me echt nooit meer, of is het een kwestie van tijd? Ik heb er eens de kans gehad, maar wederom vergooid. Maar ik heb er één ding van geleerd, ik leer het nooit. Jongens, tot op paaspop, hè? Of niet dan? Zeker. Houden we, hè? Houden we. En jongens, deze even weghalen, hè?